We're going on expedition with Menno Schildhuizen in Borneo. This is Naturalis Newsroom, the summer edition. It's summer, finally. An excellent time to travel the world during your holidays. Our researchers are traveling as well, but not to lay on the beach. Throughout the year, they're going on expeditions to study nature. They're doing field work. Today, introducing Menno Schildhuizen. We're going on expedition to Borneo. Het verhaal met de bloedzuigers. We hebben op de expeditie ook naar allerlei slijmerige beestjes gekeken. En ook naar bloedzuigers. Die zitten gewoon op planten en die plakken aan je terwijl je langs loopt. En het bleek dat er allemaal nieuwe soorten in zaten die nog geen naam hadden. Ik ben Menno Schildhuizen, ik ben onderzoeker bij Naturalis en ik ga jullie meenemen op expeditie naar de Kinabalu-berg op Borneo. Nou, als kind had ik op mijn kamer een boek over Borneo en daar stond de Kinabalu-berg ook in. Nou ja, dan is het fantastisch dat je dan 30 jaar later, 40 jaar later echt daar zelf loopt. Het is een machtig mooie berg. In het laagland heb je prachtige bergbossen met gigantische bomen. Hogerop vind je nevelwouden en indrukwekkende afgronden en rotspartijen. Het is echt een hele bijzondere omgeving. We zijn met 50 wetenschappers daar op expeditie gegaan. Dat waren ongeveer de helft Nederlandse en de helft Maleisische wetenschappers. Maar dat was niet alles, want om zo'n expeditie te doen heb je ook koks nodig en chauffeurs en assistenten die bijvoorbeeld het kamp opbouwen en weer afbreken enzovoort enzovoort. Dus in totaal 120 personen. Het is hard werken op expeditie. Je moet vroeg op, even snel eten en dan meteen met je vlinder netjes het bos in om zoveel mogelijk dieren en planten te verzamelen. En dan ben je nog de hele avond bezig met het uitzoeken van wat je verzameld hebt. En dan heb je nog mensen die bijvoorbeeld kikkers bestuderen of nachtvlinders en die moeten er juist 's nachts op uit. Borneo is echt een plek van extreme. Je vindt er bijvoorbeeld de kleinste kikker, die is maar zo groot. Maar je hebt ook de grootste bloem, de Rafflesia, die wordt wel een meter doorsneden. En ook de grootste bloedzuiger, die kan wel 30 centimeter lang worden. En die leeft van reuze wormen, die weer bijna een meter lang kunnen worden. Het is natuurlijk wel een beschermd gebied. Dus we hebben toestemming gekregen van de Maleisische regering om te verzamelen wat we wilden verzamelen. Dankzij onze expeditie kunnen we nu een verhaal vertellen over het ontstaan van die unieke dieren en planten op de Kinabalu-berg. En met die kennis kunnen we de berg beter beschermen, zodat in de toekomst ook iedereen er nog van kan blijven genieten.